We gaan naar Brandwijk, Molenaarsgraaf, voor rondom de graven. Ja. En Teo heeft vandaag een rustdag, maar misschien gaan we nog langs Teutje. We gaan naar Brandwijk, daar wonen mijn ouders en mijn kleine zusje. Dat is mijn hondenzusje. Een hondenzusje. En dan gaan we gelijk even kijken bij rondom de graaf. En dat is dat zijn wielerrondes en kanovaren, kanowedstrijden. Oh oh oh, alles draait. Oh oh, alles draait. Alles draait maar door. En wat voor? Oh oh, alles draait. Oh oh, alles draait. Met die boten. Oh, een kanowedstrijd tussen Brandwijk en Molenaarsgraaf. Ja, voor de school, voor de strijd. Gorkum, want Teo is nog bij een vriendin. Dus we gaan ons even vermaken in Gorkum. Toch, Marijk? Ja. Wacht. Marijk, je daarna toch wat ben je aan het doen? Pokémon. Pokémon? Go. Hey Teutje, hoe is het? Goed. Ja? Nou, net hebben we hem al een beetje dicht. Oh, tuurlijk, heb ik je weer wakker gemaakt. Dat is goed. Het leven doen. Nee, zo. Mooi? Ja, ik weet niet of je hem past. Dat zou het zijn. Het is een... Ik heb toen alles zo lichter weer aangaat, of niet? Ja, maar dat, die was te laag. Deze is 34, dus ik denk dat hij misschien iets te groot is.
Met brie en walnoten. En hij is nog heel heet, denk ik. Oh. Van binnen. Dus echt, je brandt je wafel. Dank je wel. Zo, hoe kom je aan die broek? Nou, ik ben in de winkel geweest en ik heb hem gewoon aangehaald. En je bent zo naar buiten gelopen? Ja. Nou, op een holle. Hé, maar is dat goed? Maar even serieus, van wie heb je die mooie broek? Nou, die heb ik maar gedaan. Wees nou eens eerlijk. Maar volgens mij kom ik van mijn dochter vandaan. Ik ga naar kleren in van mijn dochter aan nemen. Welke dochter? Ja, wat denk je, Danielle de maatje toch? Welke dochter? Bianca. De mooiste en de knapste en de intelligentste. Zeg maar nou, ja. Nou is het toch echt, hè? Hé, ik zit rustig in huis. Ga je mee?